Nu kijk naar het Weersjournaal van Weerplaza. Vanuit het noorden trekken wat meer wolken over het land en die wolken die brengen misschien ook een spatregen of motregen in het uiterste noorden. En verder is er in het zuiden nog ruimte voor de zon en hebben we vanochtend temperaturen van 11 tot 13 graden bij een zwakke tot matige wind uit de noordelijke richting. Die wind verandert niet of nauwelijks, neemt misschien nog toe naar een windkracht 4 langs de kust en vanmiddag zien we langzaam maar zeker toch wat meer ruimte voor de zon. Dat gebeurt het eerst in het noordwesten van het land en dan kan er in het oosten nog een druppel mot regen vallen. Vanavond is het droog en klaart het wel weer breed op. Dan doen we het met temperaturen van 13 tot 16 graden terwijl het overdag maximaal zo'n 18 graden wordt. Voor morgen staat in eerste instantie droog weer met zonnige perioden, vooral in het zuiden op het programma. Het wordt warm, 20 tot 22 graden. In de middag raakt het bewolkt in het noorden en gaat er wat regen vallen, en die regen breidt zich in de avond en nacht heel langzaam naar het zuiden uit. Donderdag is die regen alweer voorbij. Kan er nog wel een enkele bui vallen en is er ook weer wat zon. En maakt de temperatuur weer een val door naar een graad of 17. Stevige noordwestenwind en die wind blijft west tot noordwesten dagen daarna. Betekent dat het relatief koel cool is voor de tijd van het jaar en het blijft ook licht wisselvallig. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.